Hey guys, Mastik hier. En ik heb twee stellingen voor jullie. Stel, iemand is 20 jaar. Dan val je op mensen van 20, 21, 22, 18. Oké. Dat je zegt, iemand van 30, nee, die is veel te oud voor mij. Maar als je zelf 30 bent, dan vind je die wel aantrekkelijk. Omdat je zelf verouderd bent. Hè? Dat is al iets heel raars. Als we, nu vinden wij 60 jaar, ik vind 60 jaar niet knap, maar als ik zelf 60 of 70 zou zijn, zou ik die wel knapper vinden, omdat je dan die leeftijd hebt. Stel, je bent dus 20 en je ligt 20 jaar in coma en op een moment ben je 40. Op het moment dat je wakker wordt, vind je dan 40-jarige aantrekkelijk? Of ga je al op 20-jarige vallen? En ja, want je hebt 20 jaar in coma alleen, je bent wel 40. Maar je weet niet dat je 40 bent, je hebt al die ervaring niet mee gedaan, zou je dan nog effectief verliefd zijn op al die 20 of die... Stel, je bent 15 jaar en je valt op meisjes van 15 jaar en je ligt 30 jaar in coma en je bent 45. Ga je nog altijd verliefd zijn op die jonge meisjes? Of ga je op een gegeven moment zeggen, ah ja, nee, oh, ik ben nu 45, ik wil een mens van 45. En de tweede stelling is, stel je bent een 9 op 10. Dan denk je, goh, ik ben 9 op 10. Ik wil iemand die ook zo knap is. Dat is logisch. Je wilt dan iemand die lelijk is, want je denkt van, ja, ik wil iemand die knap is. En iemand die lelijk is, bijvoorbeeld een 5 op 10 of een 4 op 10, dan zegt, oh, ik wil ook iemand die knap is, maar iemand die 6 of 7 op 10 zou zijn, die gaat al knapper zijn voor die 4 op 10. He? Als je zelf lelijk bent, ga je iemand rapper knap vinden dan dat een school die knap vindt. Een 9 op 10 wil het alleen maar 9's of 10's hebben, maar een 4 gaat al content zijn met een 6. Maar stel dat er twee mensen geboren worden, een 4 op 10 en een 10 op 10. En die zien nooit spiegelbeeld van zichzelf en die hebben zichzelf nooit gezien in de spiegel. Die zijn bijvoorbeeld in isolatie opgegroeid, oké. En dan komen die naar buiten. Op wie gaan die dan vallen? Gaan die dan op lelijke mensen vallen? Of gaan die dan op mooie mensen vallen? Want die lelijke weet niet dat ze lelijk is, maar die mooie weet niet dat ze mooi is. Dus gaat dan ook niet denken van, oh, ik wil nu wel hele mooie mensen daten. Want ze weten niet dat ze mooi zijn. Dat is waar ik mij dus constant mee bezighoud, met van die domme vraagstellingen, omdat er eigenlijk niemand antwoord op heeft. Laat me in de comments weten wat je erover denkt. See you next time. Pew.